Het is de politie bij de controle op de avondklok opgevallen dat veel burgers zich rond 8 uur nog op straat begeven. Met het argument dat ze op weg zijn naar huis. De politie zal vanaf vanavond iedereen die zich zonder noodzaak op de openbare weg bevindt overbrengen naar de politieacademie en hen vervolgens beboeten, zegt hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Deekman zegt ook dat de controle zal worden opgevoerd tegen de organisatoren van feesten. Of misschien moet ik het anders zeggen, op de feestenden. Met dien verstande dat de politie deze feesten ook zal aandoen, de feestende zal overbrengen naar de politieacademie en beboeten. Een ander aandachtspunt is dat de informatieafdeling van de politie, Public Relations, in de afgelopen periode heel veel informatie heeft gedeeld met de gemeenschap over de handhaving binnen Paramaribo. In de komende periode zullen we ook laten zien hoe de handhaving geschiet in de districten. Het zal niet anders zijn dan in Paramaribo. Hiermee wil ik aangeven dat het lockdownuur, welke om 7 uur begint, ook zal gelden voor alle 3 districten. Trouwens, het heeft altijd gegolden voor de districten. De handhaving zal ook in de districten vandaag vanaf 7 uur strak in de gaten gehouden worden. Alle deelnemers aan het verkeer, iedereen die zich niet thuis begeeft, maar op de openbare weg, in clubs, in dancings, noem maar op, zullen worden overgebracht en worden beboet. Deekman haalt verder aan dat de politie een beroep doet op de samenleving om op een gepaste manier gebruik te maken van de vrijheid die ze genieten en dat ze zich om 7 uur 's avonds niet elders dan thuis bevinden. Ook zal er volgens haar opgetreden worden tegen feestgangers die wegrennen bij het zien van de politie. De feestenden die menen dat zij bij het zien van de politie wegrennen. Met andere woorden, als ze de politie zien, denken ze weg te rennen, mogen geïnformeerd zijn van het feit dat de politie ook bevoegd is om instrumenten in beslag te nemen. Dus nog een keer feestende, laat het niet zo ver komen. Wees gewaarschuwd. Hoofdinspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van de Korps Politie Suriname. De politie begint vanavond met het beboeten van iedereen die na 7 uur nog op straat is.